Michiel, ik ben inderdaad bij César Zuiderwijk en wij zitten in zijn studio, kantoortje hier in Den Haag met dat boek wat uitgekomen is. Maar César, we hebben nog veel meer hier voor ons neus liggen. Ja, bij een 50-jarig jubileum hoort natuurlijk ook een verzamel-cd. Ja, 50-jarig platenjubileum, hè? Ja. Het is in september, afgelopen september, 50 jaar geleden dat de eerste single Please Go uitkwam. De band bestaat al 5 jaar langer natuurlijk. Ja, want ik kan me herinneren dat we in 2011 een tentoonstelling hadden. We hadden een postzegel. Toen werd er al uitgebreid gevierd dat de Golden Earring 50 jaar bestaat. Ja. En nou weer een dunnetjes over. Ja, dat is voor het laatst, zodat we een jubileum doen. Ik bedoel, jullie hebben gewoon zin in een feestje. De volgende is 75 jaar, geloof ik. Dus dat, ik denk niet dat we dat gaan halen. Nee? Nou, ik denk het niet. Dus, ja, ik weet niet wat voor dokter jij hebt die dat wijs maakt. Dat je gewoon op je slofjes heel erg oud kan worden. Maar, Nee, maar we hebben het 50 jaar en de band bestaat eigenlijk al langer. Niet in deze samenstelling, moeten we er ook gelijk bij zeggen. Als je een echtpaar hebt dat 50 jaar getrouwd is, dan vraag je hoe houden jullie het 50 jaar spannend? Hoe houden jullie het leuk? Hoe houden jullie het met elkaar uit? Ja, kan ik jullie ook vragen. Ja. Nou, er is enigszins, maar dat is een gek verhaal, maar dat is die mensen die houden het zo lang vol omdat ze het de kinderen niet willen. Die wachten tot de kinderen overleden zijn met de scheiding. Jullie vertellen de fans eigenlijk niet. Heel soms komen jullie bij elkaar. Ik denk dat we uit elkaar gaan. Nee, ik weet het. Ik heb geen idee. We hebben het er nooit over gehad. En dat zullen we niet hebben ook voorlopig. We weten nu al waar we over 1,5 jaar spelen. Dus. Dus jullie kunnen eigenlijk gewoon niet uit elkaar. Ja, we kunnen eigenlijk niet. Heb je wel eens van belasting gehoord? Maar dat is ook wel een beetje een rode draad door jullie geschiedenis. Van de ups en de downs. En de financiële ups en downs. De muzikale ups en downs. Ja. Dat is ook een rode draad eigenlijk door jullie bestaan. Ja, nou ja, als je het over een huwelijk hebt, dan heb je dat ook natuurlijk. Dat zullen heel weinig huwelijken of bands zijn die het zo lang volhouden zonder dat er strubbeling is. Maar het goede is dat je er altijd samen uitkomt. En dat is bij ons ook altijd gebeurd. Als er crisis was, dan gingen de schouders eronder en dan kwam er weer wat moois. Jullie hebben nooit elkaar echt de hersens ingeslagen? Nee, dat hebben we nooit. Ik wil even gore details. Ja, dat krijg ik niet, want die zijn er niet. Dan moet ik ze verzinnen hier. Dan krijg ik de rest van de band over me heen. Wat doe je nou weer, weet je? Ja, dan krijgen we echt ruzie. Ja. Dus typische journalistiek is dat gewoon twee spaltzaaien. Nee hoor, wil ik absoluut niet. Even terugkijken naar de afgelopen jaren. Dan is de onvermijdelijke vraag, wat was het mooiste? Wat was het belangrijkste? Is dat een single als Radar Love? Of wat was voor jou in de afgelopen 50 jaar het belangrijkste? Aanstaande zaterdag, denk ik. Ziggo Dome. Nee, we kijken nooit terug, we kijken altijd vooruit. We hebben nooit teruggekeken. Ik bedoel, wat doe je eraan? Je kan het toch niet meer veranderen? Nee, maar natuurlijk zijn er wel hoogtepunten. Als ik zo nadenk, die strandconcerten waren fantastisch, waar zoveel mensen zijn in je hometown, weet je wel. Maar in Madison Square Garden spelen met de Who, in Central Park spelen, in New York. Maar een hoogtepunt kan ook, het paard bijvoorbeeld, dit is fantastisch. Pas gedaan, voor het eerst in het paard elektrisch gespeeld. En we zijn heel erg trots met het product wat we nu gemaakt hebben. Die 5 nummers op een mini-cd, zoals ze dat noemen. Een bijzondere EP, een mini-cd. Ja. Er is ook een, moet jij even uitpakken, want ik heb een microfoon in mijn hand. Er is ook een bijzondere LP, EP van. Dit is, zie je, doorzichtig rood, knalrood, echt hoerig rood. Zie je? En er zijn er geloof ik 500 van gemaakt. Dus dat is voor de echte liefhebbers. Die duiken daar meteen in. En voor de rest is het heel erg hip om alles weer op vinyl te hebben. Dus dan krijg je de grote uitgaven. En hij heet De Heek. Ja, maar hier zijn we ook best wel trots op. Op die hoes. Barry is degene die daar meestal verantwoordelijk voor is. En die zullen we hem even laten zien? Ja. Ja. We zitten weer in de kleedkamer. Zit hier Golden Earring. Ja, hoe moet dat nou heten? Ja, zit hier De Heek. Ja. En dat toch? Is simpel, maar zo goed. Het bekt ook goed. Golden Earring, The Heek. Gewoon, ja. Maar wat mij dan wel verbaast, want jullie zijn een enorme Haagse band. Ja. Maar het jubileumconcert geven jullie in 020. Ja, dan hadden ze maar een grotere zaal moeten hebben in Den Haag.
Neem je toch gewoon het ADO-stadion? Ja, dat zouden wij ook wel gewild hebben. Maar daar zijn we nooit doorheen gekomen door die barrière die daar heerst om daar iets te doen. Dat kan allemaal, dat wordt allemaal moeilijk. En... Ja. Maar met pijn in het hart vieren in Amsterdam? Nee hoor, niet met pijn in het hart helemaal niet. Er zijn genoeg aangenezen die daar naartoe gaan. Ben je nou nog zenuwachtig voor morgenavond? Ik ben hier weer zenuwachtiger voor, moet ik eerlijk zeggen. Geloof ik niks van. Nee, maar ik bedoel, het is geen wedstrijd of zo. Hè? Ik bedoel, we hoeven niet een stadion in en te winnen van iemand of zo. Het is gewoon één groot feest. Je weet nu al dat je moeite zal hebben om dat, het lawaai wat er komt van de 17.000 man die alles letterlijk gaan zitten meezingen en zo. De grootste nummers, de grootste hits komen morgenavond allemaal aan bod op het jubileumconcert van The Golden Earring. Ze bestaan 50 jaar geleden hadden ze hun eerste single en dat vieren ze. Please go. Yes, 50 jaar geleden. Dus